We staan hier op de markt van Heemskerk, omdat verschillende sectes voorspeld hebben tussen 22 en 28 september dat het einde van de wereld nadert. Wij wilden graag weten van deze mensen, wat zouden ze als laatste nog willen doen, mocht dit gebeuren? Wat ik eigenlijk denk, het geloof daarin heb ik eigenlijk niet. Nee, dat is iets, die voorspellingen zijn al verschillende jaren en regelmatig dus ook gedaan. Dus ik hecht daar eigenlijk dus niet in. Maar ik zou zeggen, mocht er dan toch dus iets in die trant gebeuren, probeer het leven, het einde, zo goed mogelijk te benaderen. Dat is het enige wat ik zou willen zeggen. Absoluut, dat is helemaal waar. Maar u heeft geen specifieke wensen? Geen bucketlist? Nee, dank u. Nee. Verschillende sectes hebben dus het einde der tijden voorspeld voor volgende maand. En wij staan hier om te vragen eigenlijk wat jij nou nog zou willen doen, mocht dit gebeuren? Ik zou denk ik nog één keer naar Duitsland willen, omdat het daar heel gezellig was. Ik was daar op vakantie met mijn gezin. Ik vond het wel leuk. Dus als afsluiter zou jij nog lekker met de familie lekker naar Duitsland gaan? En helemaal, heb je nog andere ideeën? Niet echt. Ik denk dat het wel wat leuk is. Er staan nog wel wat reizen op het lijstje. Australië, Zuid-Afrika, Bolivia, Peru. Dat staat eigenlijk op nummer 1. Maar dat zou ik nu moeten vertrekken als ik dat nog allemaal wil doen voor die tijd. Dat is een eind ver weg. En met wie zou je dan heen willen gaan? Met mijn vriend. Ja, met mijn vriend gaan we weg. Nou, hartstikke lekker. En dan heb ik nog een vraag. Stel, het vergaat en wie zou u de waarheid bijvoorbeeld nog willen vertellen? Nou ja, ik ben niet van de leugens, want de leugens herhaalt. Je komt er altijd wel weer achter, leugen moet je onthouden. Dus je kan beter altijd de waarheid spreken. Dus ja, ik kan niet zeggen dat ik iemand nog wat zou moeten vertellen om dat ik iets vertelde wat niet waar is. Dus. Al is een leugen net zo snel, de waarheid achterhaalt zich wel, inderdaad. Voor wie zou u nou het laatste bloemetje willen kopen, mocht dit gebeuren? Nou, ik leef nu nog. En ik zou, en mijn man ook nog, maar zou mijn man eerder te komen te overlijden, zou ik het voor mijn man willen kopen. Heeft u ook nog iemand anders in uw gedachten die... Nou, dan moet ik eens even nadenken. Wie zou voor iemand er nog willen kopen? Nou, ik denk van voor mijn buurvrouw. Buurvrouw Duinenveld. En waarvoor voor uw buurvrouw? Omdat ze heel aardig is voor me. Zij wordt dan wel 87, maar ze is heel aardig voor me. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Ik denk dat ik dan zou stoppen met school en gewoon eigenlijk iedere dag zou gaan feesten. Ja. Wat voor feesten? Als we toch weggaan, dan kan je net zo goed eigenlijk alleen nog maar gaan feesten, denk ik dan. Oh, lekker van je vrije tijd genieten, ja. Lekker van de zon en de zomer. En niet meer naar school gaan en gewoon gaan feesten, allemaal geld op gaan maken en dan dat gaan doen. En waar zou je geld aan uitgeven? Nou, sowieso hou ik wel van feesten, echt feesten. Dus dan zou ik daar mijn geld aan uitgeven. En ik denk aan kleding. En aan alcohol dan. Totale plaatje van de party. Ja. Mevrouw, verschillende sectes hebben de einde der tijden voorspeld voor volgende maand. En onze vraag nu was, wat zou uw laatste maaltijd zijn, mocht dit gebeuren? Nou, sowieso vis natuurlijk. Hè? Je ziet dat we met vis op de markt staan. Dus ik zou een lekkere dure vis op tafel zetten. Goed glas wijn erbij. Onder goed gezelschap? Uiteraard. Van? Van mijn vriend. Hartstikke mooi. Gewoon in bed de dag afsluiten en dan maar zien of we nog wakker worden.